En ja, hele goedemorgen, welkom bij deze zaterdag. Het is zaterdag 4 juni. We got croissants. Faye got this. Cocomelon, I didn't do it. It was... This man. What? Cocomelon. Cocomelon? It has always been you. En ik heb alvast productief als ik ben iets gemaakt voor vandaag. Even maar. Oh, dat seems normal. Maar ik heb een soep alvast voorbereid. Deze gaat in de oven. Want ik dacht, als de croissantjes klaar zijn, kan deze er meteen in. Zongedroogde tomaatjes, paprika, courgette, tomaat, ui, knoflook. Heel veel knoflook. Ja joh, hè? Verstoor mijn content. Ik moet even mijn eetjes kopen. Kan straks ook. Maar knoflook, ui, paprika poeder en verse basilicum en olijfolie. En your free. Heb je had je al verteld wat ik zei? Wat zei je dan? Ja, nou, ik zeg, oh, dat is de GFT-bak. Hij is echt zo'n klootzak. Komt hier langs, dus ik helemaal met liefde en aandacht iets bereiden. Oh ja, er zit ook nog citroen in trouwens. Dus ik dit helemaal maken, nou, ziet er toch goddelijk uit. Kom hier langs, zegt hij, hé, hey, is dat de GFT-bak? Ja. Je bent echt zo'n klootzak, hè? Dus ik zei al, hé, jij eet vanavond niet meer mee, denk ik, Sjoe. Dank je. Zo, ik begin steeds meer te varen als een boer. Ik denk dat ze even normaal moet doen, want kom je halen. Kom je halen. Pannenkoek. Ja, aan de kant. Soep. Nou, ik ben net echt heerlijk in bad geweest met Vee en Jeff kwam ook nog even bij. Ik ging eerst douchen, toen kwam hij nog even in bad zitten. Dat was echt een gezellig gezinsmomentje, echt fijn. En Dagmar had van die soort van badspeeltjes gegeven, dus die hebben we gebruikt. En ik vond ze echt super leuk, dus... Het is echt heel schattig. Ik zal zelfs straks misschien wel even foto's laten zien. Jij had een paar leuke foto's gemaakt. Anyway, ik ben verder gegaan met de soep. Ik heb de slaafmix erdoor gehaald en wat kruiden toegevoegd. En oh my god, ik heb mezelf weer overtroffen, al zeg ik het zelf. Ik heb ook wat apart gehouden zonder zout voor vee. Dus ik ga nu dan denk ik of focaccia maken of het bladerdeeg. Ik denk eerst bladerdeeg, dan of focaccia. En dan even kijken wat ik nog verder moet maken. Ja, een soort van tapas. Misschien dat ik die ook zo ga maken. Want het hele huis moet ook opgeruimd worden. En ik wil de tafel helemaal, zeg maar, schieten, zeg maar. Dat het gewoon heel mooi eruit ziet. Met allemaal borden op elkaar en zo. En kandelaartjes. Dus, ik ben benieuwd. Nou, ik heb net twee bladerdeegrollen gemaakt. Deze twee. Eentje voor vandaag, eentje voor morgen. Met pesto, tomaatjes en kruiden. Ja, wat zal ik nu eens maken? Ik moet sowieso veel ruimte maken in de koelkast. Want ik ga straks komkommer tapas maken. En die moeten even op één van die planken. Dus er moet even eentje leeg zijn. Jeff is ondertussen het huis aan het opruimen. Handig. Oh ja, ik heb ook die fruitding op die monsuurtaart gedaan. Die is af morgen. Morgen ga ik ook nog guacamole maken. Avo's. Ik wilde eerst ook nog champignons maken, maar dat wordt pas niet helemaal bij wat ik ga maken. Dus die doe ik niet. Ik moest nog iets maken. Oh ja, focaccia. Dan ga ik dat wel even eerst doen. Even tijd voor een foodbreak. En oh my god, ik ben echt obsessed hiermee. Ik heb de tafel dus zeg maar zo gedekt. De onderste en bovenste borden komen van de Hema. Deze van Sissy Boy. En ons servies, of ons bestek is, weet ik veel, van Sola of zo. Dat zijn ook allemaal andere dingen. Die ronde schaal komt van de Xenos. Deze komt ook van de Sissy Boy. Die Ikea. Die eronder uit Vietnam. Die placement. En die kandelaars heb ik volgens mij. Deze heb ik van het tuincentrum, de Bosrand. Deze van de Ikea. Deze van de Xenos. Kaarsen van Steen Irene. Glazen IKEA. En servetjes. Ook van de Steen Irene. En deze volgens mij van de... Van Fonk. En deze volgens mij van de Hema een keer of zo. Dat mini glaasje. Maar ik vind dit zo leuk. Ik heb hier echt al zo lang ook van gedroomd om... om gewoon lekker voor mensen de tafel op te kunnen maken en zo. En
ik vind het gewoon echt heel erg fijn dat het nu eindelijk kan. En dat, ja, dat het er gewoon leuk en gezellig uitziet. Dat plaatje klopt. We hadden hier nooit de ruimte voor om mensen te laten eten. En ja, ik vind het met de bloemetjes gezellig en zo. Dus thanks, Giel en Anouk voor de bloem. En maar even eten. Jeff had die kussentjes trouwens gedaan. Echt een superleuk idee. Want we hadden er eigenlijk te veel op de bank. Dus stop. Dus ja, Jeff gaat nu een vee in bed proberen te leggen. Good luck to Jeff. En ik heb een soort van TikTok-hack uitgeprobeerd. Want ik zag dat... ik heb eigenlijk geen TikTok, maar ik zie het wel eens op Instagram langskomen. Ik zag het als je zo'n glaasje in je monstera doet. En daar dan zeg maar die wortel in doet. Dat je... Dan schijn je veel... Ja, dat je monstera het heel goed doet. Dus ik ben benieuwd. Ik vind hem sowieso echt veel leuker nu ik hem anders heb opgeknoopt. Dus... ja, even eten en dan nog even wat gerechtjes maken. En ik denk dat de tijd dan al zo voorbij vliegt en dat ze er zo zijn. Oh, wel zit dit. En ik heb me opgemaakt trouwens. Ik weet niet of je dat al gezien had. Ik ga nu een lippenstift opdoen, denk ik. En ik heb oorbellen van Bijou Brigitte. Ja. Nou, ik heb alle gerechtjes af. Of in ieder geval klaargemaakt. De focaccia met een stuk voor Vee en voor ons. Je zet zout op hier niet. En deze vind ik ook echt heel leuk uitzien. Het is gewoon komkommer met vegan kruidenkaas, een half cherry tomaatje en peterselie. Maar het oog wel ook wat. Ik heb de kruidenkaas gebruikt van Wild Westland. Beste kan. Sneak peek. Sneak peek. En ik wil nog even de soep laten zien. Sneak peek. Stel een foto van mijn kind. Wil jullie ook op het beeld? Is goed. Maar mag het zijn. Ik vind het geen probleem, joh. En mijn lieve vriendjes en vriendinnetjes. En tijd om te eten. En Vee is er klaar mee. Dit is mijn soesje. Soesje. Ik hoor net, ik ben Eline en ik, dit is mijn soesje. Dus, lijkt wel een beetje op een soesje. Ja. Het lijkt er wel een beetje op. Nou, die heb ik gisteren natuurlijk gemaakt. Dus jullie weten donders goed wat hierin zit. Maar die karamel die bevroor niet helemaal. Dus dat was helaas... Ik had gehoopt dat dat helemaal bevroor. Maar op zich ook wel lekker dat er nu een soort sausje is. Ik ben heel benieuwd hoe jullie met een lepel doorheen komen ook. Vol kloppen moet je. En ik heb kaarsen gekregen en kandelaar. Ik wist dat ik deze zou krijgen, maar het was super leuk. Ik weet hoe je hem brengt. Kaarsen zo. Oh ja, hey, dat is wel een goeie. Ja, daarvoor heb ik die kaarsen aangezet. Huh? En dan inderdaad. En dan je mond stoppen en dan die hele lucht verbranden. En dan dat stukje. Nou, ik heb de tafel vanmorgen klaargemaakt. Volgens mij echt een werk. Het lijkt misschien heel makkelijk, maar ik heb alles zeg maar op een leuke manier proberen neer te zetten. Je hoort Vee op de achtergrond, dus ik ga naar het toilet en dan bij Vee slapen. En dan morgen weer een dag. Bedankt voor het kijken naar vandaag. En ik vond het echt een superleuke geslaagde verjaardag. I gotta run. Bedankt voor het kijken. Doe je het op morgen. Nou, hier een beetje aftermath van het eten. We got plenty. Niks te willen. Niks te veel. Je hoort het al. Opa zegt het, dan is het waar. Chandel. Thee. En hier buiten is het hele team bezig met vissen uit de vijver halen en de vijver leeghalen. En oh my god, er zitten zoveel vissen in de vijver. Moet je kijken. Mijn huisdier. Oh my god. Oh my god. Mijn huisdier. Oh, kijk dan. Kijk dan. En die vijver is gewoon al groot deel leeg. Oh. Echt cool. Hoe zijn ze niet dood? Oh my god. Oké, nou ik zal zo nog een clip erin zetten. Dat mijn reactie was op mijn verjaardagscadeau. Maar het was dus een bakfiets. Dat wilde ik echt super graag. En oh my god, mijn moeder is zo goed hierin. Want ik probeerde bij Jeff te vissen. Mijn moeder die zei dus steeds van ja, het is veel te duur een bakfiets. Gaat het niet worden, Eline. Maar iedereen heeft dus meebetaald en iedereen heeft meegedaan. Echt super lief. En meneer Pieters heeft het geheim gehouden. En onder andere ook Whitney heeft meebetaald. Whitney, ik weet dat je kijkt. Thanks. Fijne verjaardag wens ik ons allemaal. Lief. Ook jij, Mons, Fries, Erik, Arjan, Jess, Whitney. Ook oh, heb meegedaan. Wat leuk. Ah, Giel, Anouk, opa Bernard, oma Ineke, opa Jaap, oma Leo. Nou... Wat lief. Wat leuk. Dat was een heel bedankt. Ja. Nou, bedankt. Heel fijne verjaardagswens. Krijg je nou ook dat, hè? Een trapauto. Ja. Een trapauto? Ja. Is dat dan een fiets? Voor een vee.
Ja, maar je hebt wel de fiets gehad, hè? Oh, pas wat was dit? Ik dacht dat ik hem daar achter die deur kon halen. Ja. Boer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Kijk maar. Surfing. Oh my god, dat is het! Oh shit. Ja. Echt leuk! Dus bij deze moet je je oude sleutels opleveren en jij rijdt altijd met de fiets. Oh, dat is echt leuk! Kijk eens staan bij Telly. Echt zo leuk. Moest ook echt gewoon huilen van blijdschap. En Vee vond hem ook geweldig. En er zit ook een kap bij tegen de regen. En nou ja, echt top. Ben er zo blij mee. Kan ook echt niet wachten dat jij dan ernaast gaat fietsen. En dat we dan met z'n drietjes boodschappen gaan doen. En dan lekker die boodschappen in, de, ja, in die kap zetten. Of inderdaad picknicken met, in het bos of zo. Ja, alsof je mij nog niet genoeg op haar lijstje had. Mijn kamer is ermee gekapt. Of in ieder geval, hij laat niet meer op. Wat echt super irritant is. Dus we doen het maar even zo. Ik en mijn soepie ben ik aan het opwarmen. Lang leven restjes toch? En ik heb hier nog een restje aardappelsalade. En ik heb hier nog zo'n rol. De grap is, ik heb dus net geluncht ook op mijn werk. Op locatie. Maar het was echt te weinig voor deze meid. Dus I need more food. Nou, mijn vlogcamera laat helaas niet meer op. Dus ik zal verder moeten vloggen met mijn telefoon. Dat vind ik ergens wel kut. Anyway. We're gonna eat this. With my baby. And my other baby. My baby. And my baby. En we eten het met ketchup. Ik zal trouwens de huidige status nog even laten zien van Vele Kamer. Het is nu echt een teringzooi, dus ik ga deze grond even opruimen. Ik heb bijna alles afgeplakt, als je kunt wel. De plinten gaan we wit verven, dus die ga ik meeschilderen. Maar we gaan dus dit vak wit doen en dan dit vak donkerder. En hetzelfde hier. Dus we gaan twee kleuren doen. Ik begin dus boven en daarna beneden. En ik heb ook een deel hier gekikt, want er zat gewoon soms echt een soort van gat in de muur. Dus dat heb ik dicht gekit. So let's start. Ik heb er echt zoveel zin in, dus Jeff die gaat de vee overnemen. Heel chill. En dan kan ik lekker verven. En jij, de goedemorgen. Welkom bij deze donderdag. De wekker ging om 6 uur. Het viel me zwaar. Maar ik moet zeggen, ik voel me nu al ietsje wakkerder. Ik heb deze aan voor het eerst. Ik had die gisteren besteld. En, of gisteren besteld. Ik had hem eerder besteld via Vinted. Gisteren kwam hij binnen. Ik ben wel blij mee. Ik zag dit dus bij een meisje. En toen dacht ik, oh my god, die moet ik ook hebben. Dus ik had stiekem aan haar gevraagd. Waar is die van? Ze zei, ja, Sarah, wel oude collectie hoor. Dat vond ik eigenlijk alleen maar leuk dat ze dat zei. Want toen dacht ik, dan staat hij vast op Vinted. En hij stond er wel 4-5 keer, maar wel duur. Stond hij er overal. Maar ja, ik vind hem wel echt heel erg mooi. Een soort van velvet. En allemaal dingetjes erop. Ik zal ook even een shot hiervan maken. Dit is de outfit of the day. Die broek weet ik niet eens meer waar die van is. Deze is van Costes. En deze is dus van de zaken. En aan de achterkant is hij velvet. Ja, hier ook, maar dat zie je niet heel goed. Omdat er zoveel borduurwerkjes op zitten. Maar ik vind hem echt heel leuk. Dus, en ik heb oorbellen van Dagmar's merkje. Ja, ze is ermee gestopt. Maar die zijn van pikzwart. Ook wel heel leuk. Ik vind het wel jammer dat ik nu niet kan switchen van beeld. Ik heb hem of dat ik met deze camera film of met de frontcamera. Maar ja, dat is nou helemaal zo. Oh ja, dit is trouwens ons toekomstige bed. Die hebben we ook nog niet uitgeklapt omdat de vloer nog gelegd gaat worden. Boven. En daarna willen we pas het bed erin doen en een kledingkast. En ik heb Vele Kamer gisteren geverfd. Ik zal even een stukje laten zien. En dan de bovenkant natuurlijk. Oh, je ziet het beeld wel. Een soort van meer vlekjes. Maar in het echt ziet het er een stuk egaler uit.
Dus de bovenkant heb ik wit geverfd. En de onderkant gaan we nog een soort van turquoise beeld doen. Dus ik denk die stukjes nog moet opvullen met een soort van opvulmiddel. Ik weet niet. Maar in ieder geval dat. En ik heb de plinten ook wit geverfd. Maar die moet ik nog een keertje doen, denk ik. Maar ja, je ziet wel een groot verschil. If you ask me. Oh, ik had echt moeite met weggaan net. Tot rust. Ze zaten net in bad. En dat was zo schattig. Oh, ik vind het ook zo leuk om met Vee in bad te gaan. Echt top. Ik wilde altijd al een bad, maar het is echt super chill met kinderen. Maar ja, mommy is gotta work. Dus ik ga maar naar werk. En tot heel later. Doei. Nou, door een file bij de A12, door een ongeluk, heb ik 2 uur gedaan over naar werk komen. Op een gegeven moment was ik zo gaar dat ik echt dacht van, ik moet nu echt niet in slaap vallen. En ik moest ook ziek hard plassen. Ik zat echt te twijfelen om tijdens de file op de weg te plassen, maar ik durfde het toch niet. Toen ben ik bij de eerstvolgende parkeerplaats achter een boom gaan plassen. Ik sta mijn classy bitch. Ja, struggles over het leven. Mijn mama maakt vegan eten. Mijn mama maakt vegan eten. Thanks daarvoor. Geen probleem. En ja, hele goedemorgen. Welkom bij deze vrijdag. Het voelt als een woensdag, omdat het mamadag is. Ik ben met Veetje. Veetje heeft 1,5 uur geslapen. Dit is echt een rommelkamer nu. Ik heb de schone was hier op stapels gelegd, maar dat is allemaal alweer door elkaar. Hey. En Vee heeft dus net 1,5 uur geslapen. Hè? En ik had gisteren al de kamer geverfd. Maar nu heb ik nog een tweede laag gedaan. En nu is het echt een soort van af. Dus als het droog is, kan het tape eraf. En dan kunnen we de stopcontact en alles opdraaien. En dan, ja, en dan de kamer opruimen en inrichten. Eindelijk de babykamer waar ik altijd van gedroomd heb. De kleur waren we even wel van, is dit wel de juiste kleur? Maar op zich vind ik het toch wel mooi. En ik denk als je die streep eraf haalt dat die echt wel heel mooi is. Dus ik ga even laten zien hoe de kamer eruit ziet. Et voilà. Je ziet wel soms dat het vlekkerig is, maar dat kreeg ik niet verder weg. Maar met een tweede laag ziet het er echt zoveel beter uit. Dus dit is de status. Yes. En Vee die gaat ook steeds vaker losstaan. Super knap. Ga jij staan? Wat goed. Oh, je broek van papa, hè? Oh, gaat het goed? Ga jij losstaan? Ja. Oh. Mama die maar in de wasing van papa. Maar blijf je in. Gaan we vandaag met de bakfiets voor het eerst rijden? Mama heeft een bakfiets voor de verjaardag gekregen, hè? Daar gaan we mee fietsen vandaag. Ja, echt superleuk. Ik ga dus met de bakfiets straks naar het centrumpje van Doesburg. Van Woerden, wou ik zeggen. Daar wonen we niet meer. Ik moet onder andere een pakketje op de post doen. Een pakketje halen. Wat boodschapjes doen. En ja, ik dacht het is wel leuk om met haar te fietsen. En ik wil even kijken waar haar speeltuintje is. Want Jeff zei dat er een speeltuintje in de buurt was. Dus ga ik ook met haar even kijken. En dan gewoon lekker... Lekker meidendagje, hè? Ja! Kom je eten met mama? Kom maar! Veetje krijgt rijst van gisteren met avocado, tomaat en komkommer. En ik krijg ook avocado, tomaat, komkommer en rijst van gisteren. Yay! Kom, we gaan eten! Lekker eten! Veetje, wie ben ik? Nee, mama! Mama. Mama? Ben ik mama? Of ben ik papa? Wat ben ik? Ze zegt de hele tijd papa in plaats van mama. Wat ben ik? Ben ik mama? Ben ik mama? Papa. Nee, ik ben niet mama! Ik ben mama! Veetje, je weet toch wie ik ben? Ja. Ik
Ik ben mama. Papa. Dat is ze dus de hele tijd. Mama. Papa. Nee, ik ben mama. Papa. Nee, ik ben mama. Papa. Ik ben mama. Papa. Papa. Ben ik papa? Papa. Nou, ben je er klaar voor, Vee? Daar gaan we dan. Met de fiets. Superleuk. Met zijn bakfiets. Echt heerlijk. Ja. En statiegeld dingen mee. Boodschappen doen we ze ook hierin. Ik heb er echt zo zin in. Want je meid is officieel een bakfietsmoeder. Ja. Echt leuk. Ja. Zeg maar hoi, Vee. Heb je er zin in? Ik hoop het voor je. Jee. Echt top dit. Kijk hoe mooi het hier ook is. On our way home. En Veetje heb ik een bloemetje gegeven onderweg. Want daar wees ze naar. Ik weet niet of ze nog heeft. Oh ja. En we hebben boodschappen hier. Super chill. Gezondheid. Voedertijd. Veet heeft allemaal veggies en nog een restje pesto. En krijgt zo'n stukje... pita van mij. We eten pita met shawarma, knoflooksaus met peterselie en veggies. En Jeff is net thuis. Yay! Is papa. Hi. Nou, ik heb begrepen dat ik papa ben, dus. Oh, weer papa. Hoi. Maar dan mag jij wel mama zijn, oké? Ik heb een maatje van jou. Wat lief. Die wil ik niet. Dat weet ik niet. Nou. Het volgende project. Ik heb de lijntjes weggehaald trouwens. Dus ik heb wat spiegeltjes opgehangen. En de gordijnen. En een deel van de lamp. Deze hing in Woerden ook. In het woonkamergedeelte. Met een... Kijk, gordijn. Met een donkerblauwe lamp. Ik ga deze dus dezelfde kleur als de muur verven. Ja, er zitten dus wel vlekken op de muur. Maar ik krijg het niet weg helaas. Dus ik hoop dat als de meubels ervoor staan dat het niet zo opvalt. En bij sommige lijntjes zie je er ook een klein beetje overheen. Hier zie je het ook. Maar hier gaan we de kast voor zetten. Dus hopelijk valt het ook niet erg op. Maar ja, ik vind het wel jammer dat het doorgekomen is. Misschien nog even kijken of ik dat met schuur of iets een beetje wegkrijg. Maar misschien toch met witte verf. Maar ja. Anyway, ik ga dit dus verven. En dit is een soort stof. Stoffen lamp. En de binnenkant is dus goud. En we willen haar kamer dus deze kleur doen met gouden accenten. Dus ik vond deze lamp wel passend als die al een kleur heeft. Dus ja, we'll see. En laag nummer 1 zit erop. Morgen ga ik een andere deel doen, denk ik. Ik had vandaag nog niks geblogd, maar we zitten nu einde dag in Atlantis restaurant. En Jeff is op de eten halen en mijn vader ook. Mijn vader kwam langs en die heeft de wasmachine gerepareerd, dus die doet het. Heel blij mee dat we eindelijk kunnen wassen. Dus dat is top, hè? En vanavond komt Jessie misschien blijven slapen. Dus dat is ook wel leuk. Dus ja, er was veel optie voor mee. Mijn bord is alweer leeg. Sushi en veel groenten, maiskolf. En ik ga zomaar even rocken met groenten en knoflooksaus drinken. Another day, another korte vlog. Het is vandaag zondag. Zondag, hoeveel is het? Nobody knows. Anyway, er is net iemand langsgekomen voor de vloer om die op te meten. Hè? Omdat mijn camera is opgestuurd naar Coolblue, want die laat niet meer op. En die had al kuren, dus echt super kut. Ik had 2 jaar garantie op schade en dingen. Dus we gaan worstjes vreten. We hebben ook al croissantjes op. Ja. En koekjes van Jess met botercreme. Hoi. Oh, kuggie. En we bloemen van mijn moeder gekocht. Hoi mam. En we gaan dus straks naar de speeltuin met Vee en dan gaan we daarna naar de IKEA om nog wat dingetjes te halen. En dan gaan we daarna door naar mijn moeder en dan blijven we daar eten. Dus dat is gezel afsluiting van het weekend. Is dat? Ja, en we gingen Fantastic Beasts kijken, The Secrets of...
Dumbledore. En we hebben saus. Maar we hebben niet afgekeken. Ik heb Marjolein en ketchup. En ik ga voor de vegan hot dogs van de Appie. En deze weak ass bitches gaan voor de real thing. You like sausage? I know you do. Oké. Okay. En ik heb vegan broodjes. En zo. Ik ga bij jou zitten. En zij gaat bij mij zitten. Oké, dan ga ik. Ik ga een heel benieuwd. Lekker naar de IKEA! Ja! Yeah. En dan heb je dit. Goed geslaagd. En vegan balletjes, vegan hot dog. Yes. Tuurlijk. En voor het eerst Vivira zo'n filet uitproberen. Ik ben benieuwd. Mama gaat hem marineren. En ja. Helemaal top. Van die citroen. Tijd voor een toetje. Toetje hebben we gekocht. En ze hebben Mona toetjes.